Goedemiddag, PMBO Maastricht met Lilian. Hallo. Ik ben de koerier voor de pizza die u heeft besteld. Ik ben onderweg alleen. Ik heb een vraagje. Ja, u moet zijn bij het VMBO? Ja, ik kon het adres niet vinden. Is het, zeg maar, op het hoekje van de straat of hoe zit dat precies? Bemelweg nummer 1. Sorry hoor, maar u heeft 12 pizza's besteld van onze special pineapple en duck. Ik ben daar letterlijk over 5 minuten. Dat zullen mijn leerlingen zijn, dat zegt mij helemaal niets. Oké, er is hier een bestelling via dit nummer. Een totaalbedrag van €112 dat cash betaald moet worden. Ja, ik krijg altijd dit nummer te zien, maar ik weet helaas van niets. Bent u een grapje aan het maken? Nee, niet grappig. Ik ben de telefoniste van VMBO Maastricht. U staat hier in mijn geschiedenis. Je kan deze bestelling niet ontkennen. Meneer, ik weet van niets. Weet je? Ik ben er zo. En ik hoop maar dat het bedrag klaar staat. Nou, ik weet van niks, meneer. Dus u kunt dreigen zoals veel als u wilt. Leerlingen hebben dan besteld. En dan hebben ze hier op school gebeld. En dan krijgt u altijd het nummer van de centrale te zien. Dus dan zullen leerlingen wel een pizza besteld hebben. Want het is mij niet bekend dat er een bestelling binnenkomt. Normaal gesproken moet ik dat hier allemaal weten aan de balie. Ik hou u echt niet voor de gek, hoor. Maakt u soms een grapje?